Hallo, ik ben Renate Engelen en ik leg je uit hoe je dit patroon meteen kan doordrukken naar dit patroon. Dus je maakt twee patroontekeningen tegelijkertijd. Voor het hele proces heb je nodig een camera, een balpen, papier of tekenboekje en oliepastels. Je gaat namelijk eerst foto's maken. Zoek patronen op, ga kijken en ontdekken. Maak foto's van allerlei verschillende patronen, geometrische patronen, dus de meetkundige of wiskundige patronen, die zijn vaak wat strakker en rechter, of organische patronen, dat zijn wat meer groeivormen of plantvormen. En wanneer je dat zo gaat doen, dan zie je overal patronen in en doe je inspiratie op. Hier zie je mijn oefenblad, waarin ik allerlei patronen heb geoefend te tekenen. Nou, om zoiets te beginnen, begin je eigenlijk bij het tekenen van nette vakjes. En dat laat ik je hier zien. Hier maak ik een vakje van 5,5 centimeter bij 5,5 centimeter. Ik zorg er ook voor dat de hoeken rechte hoeken zijn, dus hoeken van 90 graden. En ik meet dat eigenlijk hier met de bovenkant van mijn liniaal, dat ik die gelijk hou aan die lijn, zodat de andere lijn 90 graden wordt. Ik houd mijn liniaal ook steeds stevig vast, zodat hij niet kan gaan schuiven. En zo krijg ik nette, strakke lijnen. Als je zegt, ik wil geen vierkant, ik wil gewoon een cirkel, dan kun je ervoor kiezen een passer te pakken of, zoals hier, een glas. Houd je pen dan goed tegen het glas aan, want dan krijg je de meest strakke rand. Dus hier zie je een mooie cirkel. Ik ga een patroon van blokjes tekenen en daarom teken ik hier steeds op iedere halve centimeter een klein streepje. Ik doe dat aan de hele bovenkant van die lijnen. Maar ik wil natuurlijk strakjes dat die lijnen recht worden, dus ik teken dat ook af aan de onderkant. En niet alleen de onderkant, ook aan beide zijkanten doe ik dat. Op die manier kan ik de streepjes die ik heb gezet met elkaar verbinden, weer door middel van mijn liniaal, om een rechte lijn te maken. En als ik dat zo verder uitwerk, krijg ik allemaal blokken. Ik zet een paar krasjes om en om, omdat ik dan strakjes dat verder uit kan werken en dan heb ik minder kans op het maken van foutjes. De reden dat ik dit allemaal met pen doe is omdat het strakjes goed moet door kunnen drukken. Dus het oliepastel van het blad moet afgeven op het volgende blad en met pen werkt dat het beste. Het kost ook heel wat tijd om dat met pen uit te werken, maar hoe meer tijd je erin steekt, hoe beter het wordt. En dat kun je ook wel zien. Hier gebruik ik een blaadje om ervoor te zorgen dat ik niet de blokjes verder uitwrijf met mijn hand. Ik heb hier mijn telefoon als voorbeeld naast gelegd. En je ziet dat ik eerst de lijntjes heel lichtjes opzet, voordat ik ze wat verder en wat dikker uitwerk. Probeer niet alleen maar patronen na te tekenen, maar wees ook creatief. Ga zelf aan de slag met het bedenken van patronen. Dit patroon was een beetje ontstaan door de waterdruppels die ik op de muur van de douche zag. En toen ik mijn ogen dicht deed, zag ik dat meer als een soort van bol, waarin in het midden dan de druppels wat groter zijn dan aan de uithoeken. Andere mensen kunnen er misschien ook maanlandschappen in zien. Zorg voor een goede verdeling tussen het wit en het zwart, zodat het in verhouding blijft en dat ook veel door zal drukken op de andere bladzijde. Door middel van dat oliepastelblad. Hier zie je zo'n blad. Ik heb ervoor gezorgd dat je echt geen wit meer ziet, dus flink mengen met die kleuren. Denk ook aan welke kleuren dan een bepaalde kleur kunnen mengen. Dus geel en blauw maakt groen. Dus ik heb daar niet met groen getekend, maar met geel en blauw. Als je kleine stukjes korrels erop hebt zitten, haal ze er even af. En hier zie je mijn tekenen aan het eindwerk. En hier heb ik van tevoren even gespiekt.
welke kleur er zou zitten. Ik zag daar rood en ik dacht, ik ga daar gewoon een hart tekenen. Dus je kunt ook je patronen afstemmen op de kleuren die je aan de andere kant ziet. Ik kijk ook naar restvormen. Dat zijn de vormen die je overhoudt om de vormen die je al hebt getekend. En dan ga ik op zoek naar vormen en patronen die daar weer op de een of andere manier bij passen, aansluiten of juist een contrast geven. En dan is dit het eindresultaat. Bedankt voor het kijken en ik ben heel benieuwd naar wat jij met deze techniek maakt.